Hoe brengen we nu de draagkracht in kaart? Nou, wij hebben gekozen om daarin drie concepten eigenlijk naar voren te halen. Window of tolerance, hechtingstijlen en veerkracht. Het window of tolerance is een model wat komt uit het onderzoek met name in de neurobiologie over de emotieregulatie. Wat je in dit model ziet is, emoties natuurlijk uitgezet tegen de tijd. En zoals je ziet in de groene band kunnen wij over het algemeen best wat emoties verdragen, waarbij we toch nog kunnen blijven nadenken, cognitief functioneren. En dat betekent eigenlijk dat het deel in ons brein wat met name verantwoordelijk is voor dat nadenken, de neocortex, als het ware toegankelijk blijft, terwijl ondertussen er emoties zijn in ons emotionele brein. Maar er zijn natuurlijk situaties dat die emoties ons toch over de schoenen lopen. In de volksmond zeg je dan, je gaat over de rode. En dan komen we eigenlijk in die rode zone terecht. En die kan ofwel er zo uitzien dat de emoties zodanig overweldigend zijn, dat ze je eigenlijk overspoelen. En dat mensen vooral in een soort vecht- of vluchtreactie terechtkomen. En het kan ook zo zijn dat die emoties zodanig overspoelen dat er eigenlijk, je zou kunnen zeggen, de denkbeeldige computer in je hoofd uitslaat en mensen in een soort verstening, verlamming, bevriezing terechtkomen. En het kenmerk van die beide rode zones is dat de deur, ik zal maar zeggen, naar de bovenkamer, naar het brein dat kan nadenken, dicht gaat. Dus in dit model zie je dat die emotieregulatie, als mensen in het rood zitten, absoluut nodig en belangrijk is om ze weer het vermogen om te kunnen nadenken te laten terugkrijgen. Ja, dus dat die emoties en cognitie of cognitieve mogelijkheden beide bereikbaar blijven. Ja. Je hebt het hier toch echt over die oerreacties die eigenlijk alle dieren ook hebben. Ja. Bij bedreiging, vluchten, vechten of bevriezen. En als we dan wat specifieker kijken naar wat er nou gebeurt als dat emotionele brein in het rood overheerst, dan zie je eigenlijk daar een aantal een soort van universele kenmerken in terugkomen. Nou, allereerst, ik zei al, er is weinig vermogen tot nadenken, tot reflectie. Mensen zitten eigenlijk vooral in de do-modus. Of dat doen is helemaal platgeslagen. En dat betekent eigenlijk dat mensen die in zo'n soort van staat zijn, bijvoorbeeld heel erg in paniek, zullen ook vooral om zich heen roepen, doe iets. Dat ligt het meest voor de hand. Of ze zijn eigenlijk helemaal bevroren. En het tweede is dat eigenlijk ook het moeilijk is om op langere termijn te kunnen nadenken. Dat wat er gebeuren moet, of het denken gaat vooral over het nu. En dat denken is dan ook vaak behoorlijk gepolariseerd. Het gaat toch over zwart-wit. Er is weinig kleur in. Je ziet mensen soms bijvoorbeeld heel erg idealiseren en daar tegenover staat dan vooral in relaties tot anderen, bijvoorbeeld artsen. Ook het verguizen. Het is heel erg zwart-wit, dat denken. Ja, dat we van de borderline problematiek ook kennen, maar je ziet hier dus onder druk dat dit soort zaken zo zwart-wit naar voren komen. Ja. Nuance valt er eigenlijk. Valt weg. Ja. En wat ook echt lastig is als mensen in zo'n staat van rood zijn, is dat de ander eigenlijk per definitie eerder een bedreiging is dan een bondgenoot. Dus je ziet ook, als mensen of als mensen ook met hun familie behoorlijk emotioneel ontregeld zijn, dat het knap lastig is om met mensen een werkrelatie te krijgen, bijvoorbeeld ook voor de medische hulpverleners. En onder dit alles kan dan ook vaak nog schuilgaan een soort van zelfbeeld waar mensen veel twijfel hebben over zichzelf. Heb ik het wel goed gedaan? Had ik niet eerder, dan was het misschien toch anders verlopen. Ja. En dan zie je hier eigenlijk waarvan je zou kunnen zeggen, dit is wat je ieder mens toewenst. Als je in het groen bent, dan ben je eigenlijk in staat toch om wat meer weer te kijken naar de dingen, wat meer afstand te kunnen nemen, ook op langere termijn dingen ook te kunnen overzien. En waarin ook niet die zwart-wit wereld zo regeert, maar toch weer wat meer mogelijkheden ook naast elkaar kunnen bestaan.
Ja, je komt dan echt tot zo'n soort verlanglijstje van wat kan de ideale patiënt. Ja. En dan denk je ook, ja, er wordt natuurlijk toch wel een behoorlijk appel gedaan op mensen. Als je zo emotioneel en existentieel bedreigd wordt, ja. Hoe je dan ook je kop er nog bij houdt. En niet wordt overspoeld door de emoties. En dat je dus inderdaad van je gevraagd wordt om ja, en te kunnen denken dat je de korte termijn, de lange termijn, dat je je emoties een beetje weet te parkeren. En dat je ja, de mensen om je heen vertrouwt. Dat is natuurlijk ook, komen we op een ander moment ook nog op terug. Maar hoe moeilijk dat eigenlijk kan zijn. Gelukkig gaat het bij de meeste mensen natuurlijk gewoon goed. En we kunnen daar een weg in vinden. En ook dat laatste is wel belangrijk. Dat mensen hun zelfbeeld enigszins neutraal of positief in ieder geval blijft. Maar in ieder geval dat het niet wordt ondermijnd of aangetast door het ziek zijn. Ja. Dus dit is natuurlijk waar we eigenlijk op uit zijn als we patiënten begeleiden of in therapie hebben, dat ze op deze manier weer naar zichzelf en naar hun context kunnen kijken. Een tweede concept is het concept van de hechtingsstijlen. En dat is ook een belangrijk concept, omdat blijkt eigenlijk uit het onderzoek van posttraumatische stressstoornissen dat waar mensen vooral eigenlijk over struikelen, wat ze opbreekt, is als ze kort na of tijdens schokkende gebeurtenissen het gevoel hebben dat ze niet worden gesteund, dat ze niet worden opgevangen door anderen daarin. Als je nou die relatie legt met het vorige stukje, denk je dan dit, de hechtingsstijl bepaalt mede hoe breed die groene band is, die incasseringsband van wat je aan kunt. Dus hoe steviger je, zal ik maar zeggen, in elkaar zit, hoe groter de bandbreedte is om emoties, echt heftige emoties te kunnen interpreteren. Ja. Maar ook nare ervaringen met belangrijke anderen, of eventueel ook met dokters, drukt mensen in het rood, zou je kunnen zeggen. Ja. Drukt als het ware uit hun window of tolerance. Ja. Dus het is eigenlijk een benadering, die hele hechtingsstijl waar je nu het accent op legt, om enigszins te begrijpen iets van de persoonlijkheid van de patiënt. En omdat ziekte je eigenlijk natuurlijk toch weer terugwerpt op oude afhankelijkheid, hè? Op dingen die je daarin in je leven hebt ervaren, hoe je dat al dan niet aan kunt, zou je kunnen zeggen, zie je ook dat die basale hechtingspatronen tijdens ziekte vaak worden uitvergroot. Oké, misschien is het goed om daar naar die hechtingspatronen toe te gaan. Ja, nou dit is natuurlijk dat wat we in de hechtingstheorie vooral ook van Bowlby leren. John Bowlby, die in de jaren 60 vooral onderzoek deed naar het gedrag tussen moeders en kinderen. En hij noemde dit patroon veilige hechting. En wat hij daarin eigenlijk liet zien is dat kinderen in tijden van stress altijd eigenlijk net als dieren geborgenheid en veiligheid opzoeken bij de ouder. En dat die actie eigenlijk ook nodig is om te kunnen overleven. En idealiter hoop je dan dat die ouder vervolgens het kind helpt om weer te reguleren, die emotionele binnenwereld weer een beetje op orde te krijgen. En wij hebben dat het werken ook met veel dokters en verpleegkundigen hierin een zogenaamde emotionele punctie genoemd, waarin de ouder dus eigenlijk niet zozeer letterlijk het kind spiegelt, maar een soort van geordende spiegeling of een geordende reflectie aanbiedt, terwijl daarin het kind vertelt over wat het heeft meegemaakt. Ja, dus die chaotische ervaring van en toen en toen, dat meer of meer geordend wordt. Ja, en je zou kunnen zeggen, dat helpt het kind van het rood in het groen. Ja. Om langzamerhand daarin weer bij te komen. En als dat nou maar met enige regelmaat gebeurt, kijkt het kind als het ware dat vermogen van de ouder af. Het internaliseert het vermogen om heftige ervaringen in zichzelf een beetje te kunnen plaatsen, de woorden aan te geven. En als dat dus inderdaad met enige regelmaat gebeurt, dan zie je dat het eigenlijk ook alweer vrij snel van schoot kan springen en volgende uitdagingen kan aangaan. En je zal zeggen, hoezo ouder-kind? Nou, wij zeggen eigenlijk, als mensen ziek worden, dan zie je diezelfde hang naar geborgenheid, naar veiligheid,
Tenzij daar in de structuur van mensen een soort van weeffouten zijn ontstaan. En die maken dat die behoefte, dat zoeken naar afhankelijkheid, naar geborgenheid, toch op de een of andere manier wat geblesseerd is geraakt. Nou, er zijn twee vormen van onveilige hechting. En er is ook nog een mengvorm van die twee. De eerste is met name onveilige hechting, waarbij je ziet dat iemand in zijn achtergrond ervaring heeft meegemaakt waarin hij niet kon vertrouwen op dat de ouder beschikbaar was. De ene keer wel, de andere keer niet. En dat leidt er dan toe dat bij een kind die dat meemaakt, vooral eigenlijk heftige reacties vervolgens ontstaan om aandacht te vragen. Hè, want ik merk dat dan de ouder eigenlijk reageert. Met als gevolg dat... Ja, dus met een gewoon appel lukt het niet. Het moet heftig worden om door te komen. Moet van de daken schreeuwen, als het ware. En het gevolg daarvan is dat er niet een soort solide gevoel van binnen ontstaat. Als ik het moeilijk heb, kan ik rekenen op hulp. Het is als het ware dat die zorg, of die aandacht waar mensen in deze situatie in zijn opgegroeid, als het ware, telkens moet worden bevestigd door de ander. En dat zie je in deze blauwe pijl eigenlijk. En met als gevolg dat het heel moeilijk wordt om die figuur waar vertrouwen in gezocht wordt los te laten en weer nieuwe uitdagingen aan te gaan. Ja. Nou, deze angstig claimende hechtingsstijl zien we ook terug bij patiënten, bijvoorbeeld in het ziekenhuis, of die bij de huisarts komen, die eigenlijk toch heel angstig zijn en telkens zoeken naar geruststelling. En daarin... Ja, ik merk ook als we dit bespreken met verpleegkundigen, dat die dat altijd met één herkennen, die bellende, en te vaak bellende en te claimend bellende patiënten. Ja. En ook de irritatie natuurlijk dit kan oproepen. In ieder geval, het is vanuit zo'n soort perspectief enigszins te begrijpen, denk ik. Wat de achtergrond daarvan kan zijn. Mensen in zo'n existentiële nood. Dus eigenlijk dit basispatroon ontstaat. En we zullen in de opleiding uitgebreid bespreken, wat kan je nou doen bij deze mensen, met deze structuur, om ze toch als het ware voldoende veiligheid te bieden, om dat traject van ziekte een beetje door te komen. Ja. Nou, de tweede vorm van onveilige hechting wordt ook wel de vermijdende hechting genoemd. En dit zijn mensen die in hun achtergrond vooral de ervaring hebben opgelopen dat als ze steun of geborgenheid zochten, daarin niet welkom waren. En dat kan zijn bijvoorbeeld omdat de ouder niet beschikbaar was, omdat er een ander kind in het gezin thuis aandacht vroeg. Het kan ook zijn natuurlijk dat ouders zelf daarin weinig repertoire hebben gehad. Maar in ieder geval, wat er gebeurt op grond van deze ervaringen, is, en dat zie je in die stippenlijn terug, dat de hechtingsbehoefte als het ware onderdrukt raakt. Dat die als het ware niet meer zo duidelijk naar voren komt, dat mensen geen hulp meer vragen. En dat er een soort van doe-het-zelf-gedrag ontstaat onder stress. En dit zijn dus mensen die ook op een bepaalde manier risico lopen als ze ziek worden, want ze zijn geneigd om niet per se gelijk daarin adequaat hulp te vragen, maar het eerst zelf uit te dokteren, zou je kunnen zeggen. Met alle gevolgen van dien. Oké, dat over de hechting. Het derde concept wat we denken dat enorm van behulpzaam kan zijn in het begrijpen van de draagkracht die mensen hebben, is de veerkracht die ieder individu heeft. En wij zijn daar grijpen daar terug op het werk van Fromme Wolfs, die echt uitgebreid onderzoek heeft gedaan naar wat nu families of systemen typeert die succesvol door trauma's heen zijn gekomen. Dus echt naar de krachtige kant, naar de veerkracht van systemen. En zij komen met drie onderwerpen: family belief system, zoals ze dat noemt, de organisatiepatronen van het gezin en de communicatiepatronen in het gezin. En het zijn eigenlijk dus de drie pijlers die de veerkracht in gezinnen overeind houden. Ja. En het family belief systems, dan gaat het
zijn er een aantal punten die zij naar voren brengt. En het begint al bij de externe attributie van de crisis. De bedreiging, dat de bedreiging van buitenaf gezien wordt als niet als een persoonlijk falen, maar iets wat je van buitenaf overkomt. Nou, dat is denk ik. De eerste pijler die Fromma Walsh noemt is dus de family belief systems. En daarmee bedoelt ze eigenlijk de overtuigingen als het ware die gezinnen, families hebben als het gaat om ziekte. Nou, het eerste punt, daarin zie je hoe belangrijk het is dat die ziekte wordt gezien als een soort van stoorzender die als het ware van buitenaf dat hele gezin bedreigt. En externe attributie betekent dus dat er niet iets in het gezin ontstaat waarin men eigenlijk tegen elkaar of zichzelf zegt, het komt door mij. Nee, we staan eigenlijk samen voor de klus om met deze ziekte te moeten leven en daar een nieuw evenwicht in te vinden. We komen op dat punt uitgebreid straks ook nog terug. Het tweede wat zij eigenlijk ook als positief ziet, is dat gezinnen die veerkrachtig zijn, het goed lukt om uit crisis zeg maar te kunnen groeien. Dat is ook altijd een beetje een enge term, vinden wij. We vinden het ook een beetje Amerikaans, hè, om ziekte te zien als een uitdaging in termen van spiritualiteit. Maar ik denk waar het hier ook vooral over gaat, is dat mensen niet gevangen blijven of raken in een gevoel van hulpeloosheid, machteloosheid. Maar dat ze proberen toch uit die ervaringen, ja, zeg maar, weer op te staan en daar het leven weer in te durven oppakken. Ja, dus het gaat denk ik inderdaad over die hulpeloosheid en hoe je daar weer, hoe je weer wat vat krijgt op die aspecten van het leven waar je ook nog wat op hebt. Ja. Ja, dus het is natuurlijk niet één rollercoaster, niet één grote tsunami die over je heen komt en waar je niks meer te vertellen hebt. Maar er zijn allerlei aspecten waar je natuurlijk wel weer greep op krijgt. Ja. Dus die activiteit, het weer min of meer uit die hulpeloosheid komen, dat een heel belangrijk element is. Als je daar de tools voor hebt als individu, maar ook als systeem. Ja, en waar wij dus als psychologen, psychiaters, eigenlijk ook naar op zoek zijn met mensen, wat ze daar weer in helpt. En dan dat laatste punt is het focus op de controle, dat is dus duidelijk, maar dat je daar dus ook in moet gaan nuanceren, dat het nooit natuurlijk gaat over een absolute controle, je hebt niet controle over alles, maar dat je wel kijkt waar je wel controle over hebt. Ja. Het tweede patroon wat zij noemt is, of de tweede pijler is eigenlijk het vermogen van gezinnen om aan de ene kant flexibel te kunnen zijn in de rollen die in het gezin moeten worden vervuld of in de relatie. Aan de andere kant ook structuur bestaat. En dit is een belangrijk punt wat eigenlijk ook wel terugkomt, bijvoorbeeld als het gaat om ouders die zich zorgen maken over hun kinderen, als die kinderen bijvoorbeeld heel erg zorgzaam zijn, allerlei rollen vervullen ook. Dat is op zich, dus laat vooral de flexibiliteit van het gezin zien. Ja. Maar je ziet dus ook wel dat er een soort van evenwicht vinden is in die polariteit van aan de ene kant het loszand gezin, om even daarnaar te verwijzen, of het meer het kluwe of het symbiotische gezin, dat je daar natuurlijk een soort van evenwicht in moet hebben. En dit gaat over een soort algemene beschrijving van gezondheid in deze. Dat je zeker als zo'n systeem ineens geconfronteerd wordt met zo'n existentiële bedreiging, dan ga je natuurlijk iets dichter op elkaar zitten, maar je hoopt dat er aan de ene kant die verbondenheid is, maar dat er aan de andere kant ook toch ruimte blijft voor die individuele autonomie, individuele ontwikkeling. Ja. En wat ze daarbij verder beschrijft, dat erg blijkt te helpen, en dat weten ze natuurlijk eigenlijk ook wel, dat mensen die wat ingebed zijn in een wat breder sociaal steunsysteem, dus niet te geïsoleerd zijn, dat daar ook de kansen groter zijn dat die goed door moeilijke tijden komen. Ja. En dan de pijler van de communicatiepatronen, waarin zij ziet dat als gezinnen of partnerrelaties goed in staat zijn om zeg maar open te spreken over wat ieder bezighoudt,
dat dat erg helpt. Nou, dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. Ja, vooral omdat er veel van die ook wel echt heftig negatieve gevoelens naar boven komen. Ja. Bijvoorbeeld bij partners of bij kinderen van iemand die ziek wordt. Dat je er toch ook ontzettend kwaad over kunt worden. Dat het zo je leven beïnvloedt. Of dat het zo een spaak of het is een stok in het wiel is. En, maar ook dat er bijvoorbeeld heel veel partners toch zijn die zeggen, ik spaar liever de ander. Ik wil liever niet te veel zeggen over waar ik allemaal bezorgd over ben. Ja, dus het is een behoorlijke klus om dit voor elkaar te krijgen. Ja, juist omdat het advies is van, heb het er wel over, hoe pijnlijk het ook kan zijn. Want uiteindelijk drijf je meer uiteen, kun je zeggen, wanneer je elkaar spaart, dan wanneer je ook je nare, negatieve of ingewikkelde gevoelens met elkaar deelt. Ja. En daarbij is denk ik wel belangrijk, dat andere punt, dat het dan lukt om dat soort gevoelens te uiten en het bij jezelf te houden. Voor mij is het gewoon ontzettend vervelend dat het zo en zo gebeurt. En dat je ook die verantwoordelijkheid voor je eigen gevoelens neemt. Ja. En dat het dus niet die beschuldiging wordt van de ander, maar dat het, wat we het eerder over hadden, daar wordt die externalisatie van de ziekte in dit geval ook zo belangrijk, dat het niet op jou, de ander, die patiënt, dat die de oorzaak is, maar dat de ziekte dit allemaal teweeg brengt. Ja, en in het laatste punt zie je vooral het vermogen terugkeren waarin mensen als het ware ook niet blijven steken in te kijken naar de problemen die er zijn geweest, maar vooral die ervaringen te gebruiken om in de toekomst te kijken hoe je anders met moeilijkheden kunt omgaan. En om dat op een manier te doen dat daar ook niet opnieuw falen in kan ontstaan. Kleine, concrete, kansrijke stappen. Bijvoorbeeld in mensen die bijvoorbeeld ook moeten reïntegreren. Dat is een belangrijk thema hier ook. Om dat gedoseerd als het ware te doen. Om dus te bouwen op succes. Wat is goed gegaan daarin? En op die manier ook te kunnen anticiperen op toekomstige tegenslagen of moeilijkheden die er nog kunnen ontstaan. Ja, dan kom je dus, hebben we net weer zo'n heel verlanglijstje doorgenomen van waar mensen aan zouden moeten voldoen om er zo goed mogelijk doorheen te komen. Dat is leuk om zo op te stellen, maar het inspireert natuurlijk ook wel om tot interventies te komen bij mensen waar het wat minder makkelijk gaat. En wat daar dan de leerpunten uit zijn waar je ook weer interventies op kunt baseren. En ik denk dat het eigenlijk begint bij het eerste thema, dat exploreren van de betekenis en van de traumatische ervaring. En wat het voor iedereen die daarbij betrokken is, hoe die ermee omgegaan is, wat het voor hen betekend heeft. Mm-hmm. En dat het daarbij belangrijk is, wat we al eerder hebben gezegd, om die ziekte te externaliseren en te relabelen als een externe gemeenschappelijke bedreiging, of wie dat wil noemen, in ieder geval een existentiële bedreiging, gebeurtenis die je leven beïnvloedt. En dat je het daarbij normaliseert of ervan uitgaat dat dat natuurlijk heftige emotionele reacties teweeg brengt. Mm-hmm. En dus al die reacties die dat geeft, ook in zich te normaliseren. Waarbij het dus de grootste valkuil is dat normaliseren niet betekent bagatelliseren. Want het blijven natuurlijk toch echt een hele nare, moeilijke reacties waar je toe te verhouden hebt. Maar op zich dat je de loper uitlegt om te zeggen van het is niet gek dat het je overkomt. Ja. Maar je moet je er wel toe verhouden. Ja. En dan is ook een belangrijke interventie het proberen toch met mensen te kijken, we noemden het al eerder, hoe die hulpeloosheid als het ware, die soms op allerlei terreinen ook kan ontstaan. Waar ook weer mensen weer wat mastery kunnen ontwikkelen, zeg maar, weer wat grip kunnen krijgen over hun situatie, over die dingen waar ze wel controle over kunnen krijgen. En dan het zoeken naar de kracht,
Dat is natuurlijk ook belangrijk, niet als een geïsoleerde interventie, maar vooral natuurlijk gestoeld ook op het goed in kaart brengen hoe mensen hebben gereageerd en waar ook de pijn zit. Maar ja, daarin te kijken waar, wat zijn de uitzonderingen geweest, waarin is het gelukt ook om destijds mogelijk met moeilijke dingen om te gaan. Wat kunnen we daar nu van leren? Ja, nou, het spreekt mij, het is mij in de loop van de tijd meer aangespreken. Ik vond eerst ook toch wat erg positief gedacht om het alleen vooral over kracht te hebben. Maar weet je, zeker mensen in crisis, die moeten het van hun krachtige kanten hebben. Dus het is ook wel belangrijk om samen naar die krachtige kant te kijken. En niet, zoals ik van meer mijn ambitieachtergrond ook wel gewend was, om te doen, om naar de zwakte van iemand te kijken. Ja. Kun je ook uitgebreid in kaart brengen. Maar daar gaat het op dit moment niet over. Ja. Ja. En daarin is eigenlijk ook dat volgende punt vervat. Toekomst en doelgerichte focus. Hè, wat kunnen we leren? Wat kunt u, neemt u mee? Of, hoe kunt u deze toekomstige situatie ook aan op grond van die kracht?